te heffen op Maria en Leo. Leo met inderdaad gevoelens van dank voor alles wat je ons in het verleden hebt geleerd. En alles wat je hebt meegegeven. Hoi. Minder zijn, we hopen dat allemaal nog voor half naar huis zou kunnen. Maar
dat is niet gelukt. Ik kan het mededelen dat het aanzienlijk meer zal zijn. Ik ken Leo wat langer, dat Leo een hartgrondige huwelijk, een hartgrondige hekel heeft aan Belmen-grappen. Dus dat komt er vanavond al niet te werken. En de tweede reden waarom het voor ons toch moeilijk is om een beetje leuk te zijn, is dat onze voornaamste liedzanger van een groep waarmee we nu zo langzamerhand zo'n 30 jaar optreden, nu zelf jubilaris is. En we voelen ons totaal onthand dat wij nu als herstelopruiming de avond mogen amuseren. Maar Leo, Maria, kinderen, we zullen toch proberen om daar het beste van te maken. En we willen toch nog eens even memoreren. Trouwens, even, als ik het een zijpaardje even mag. Mijn excuses voor een spelfout in deze zaal. Als je even boven kijkt. Sorry, Leo, hoor maar, Gloria, dat is een spelfout. Dat moest zoveel elders zijn, hè? Maar goed, om even terug te komen op hoe wij Leo hebben leren kennen. Wij zijn allemaal Rotterdammers. En in de Rotterdamse tijd zou er een kinderendocrinoloog bij komen. Dat gebeurde op een zaterdagmiddag. Visser had het druk, dat zal u niet verbazen. En hij had ons als assistenten, dat waren Metto en ik, had hij opgedragen om onze buitenlandse collega die rechtstreeks uit Amerika zou komen, om die op te vangen en die te verrassen. Zo groot en grijs, dus laat me niet verdalen. Dat is de manier waarop jij mensen tegemoet treedt als je ze een tijdje niet gezien hebt.
Jij geeft werkelijk mensen het gevoel dat ze een verloren zoon zijn waar jij je 30 jaar over gesproken hebt. En dat vinden we toch een heel bijzondere eigenschap van jouw kinderen. Vandaar dat we een liedje hebben gemaakt. Dat liedje is... Strijden, weg van ziekenhuizen.
van uw tijd. Maar op weg naar de muziek en de computer, Leo, vrije tijd voor creativiteit. Ja, Leo. Leo. Dag, Leo. Leo. Laat erop denken.
Leo van de Week, die dit voor ons allen deed, die met zoetgevoelige voice ons bracht tot de juiste trooi. Snijd een opvatting geen hout, is er steeds een tover woord, be prepared and therefore. Ja, die hebben besloten om toch iets tegen Leo te zeggen namens de leerstoelers of wat er dat van over is. Pas op maar rekening, Leo is de exponent van de kindergeneeskunde geweest. Kijk even, ziet u mij nu serieus kijken. Leo is absoluut de exponent van de kindergeneeskunde geweest, niet alleen nationaal, maar internationaal. En hoe moet dat nou? Vragen we ons af, nou, ik ben misschien een beetje gerustgesteld van wat ik vanmiddag niet helemaal begrepen heb, maar het schijnt dat wij jouw intelligentie straks via de e-mail elke dag op ons bureau krijgen. Ik word gehoord, dus niet. Wat mij dwars zit, misschien is dit niet het moment om het te vertellen, maar ik word er ook altijd zelf nog een beetje emotioneel van. Waarom heeft dit zo lang geduurd voordat de goede hormoon beschikbaar is? Leven zonder jou een boze droom, die botane schat jou in toon. Oh, ik aan dit het groeihormoon, zonder jou wist ik niet wat ik beginnen zou. De toekomst leek ineens zo grauw. Ik kan niet leven zonder jou. Door Kira en het zomertoes dat hier komt het vrij en vindt dat bij die proteïn in groen. Hij vraagt altijd heel beleefd of iemand er iets tegen heeft. En heeft er niemand kara of anderszins bezwaar. Dan is hij niet te stuiten, een roken slaat hem ruiten. Leeuw blaast zijn woordjes uit en strijkt met zijn hand over zijn haar. In zijn mond toe bundelt smeulend, altijd een verdomde stinksigaar. Wat een boek, oh wat een boek, oh wat een boek, dat burgerboek. Wat ik ook zoek, hoe ik ook zoek, blijf zoeken in burgerboek. Veel te dik
boek vol oude koek. De haverhaal heeft geen extra besmeer. Kom nooit door dat boek, dat dikke boek. Veel te dikke prullenboek. Het boek is Estes. En wat nu? Als je in de zesde bent, je gaat met pensioen. Land toe.